Oké, okay. Wat is het verhaal achter deze deur? Het verhaal achter deze deur is een wedstrijd dat we met de school, met de carrosserieafdeling gaan meedoen. Die wedstrijd genaamd de Carrosserie Masters. We doen mee met 10 scholen in Vlaanderen. En we hebben allemaal dezelfde schade of werkstuk gekregen dat wij hier in 14 dagen tijd kregen om dit te herstellen. En nadien gaat een jury van professionele koetswerkherstellers en de federatie van de auto en carrosserie dat gaan beoordelen en dat dat dan de beste school van Vlaanderen wordt of de beste carrosserieschool van Vlaanderen. En wat zijn de uitdagingen hierbij? Want ik ben een leek natuurlijk. Dat je ziet op de karakterlijn hier. Specifiek in de vak noemen wij deze versterking een karakterlijn. En daar hebben ze die schade toegebracht. Natuurlijk, waarom daar specifiek? Omdat dat het moeilijkste deel van de carrosserie is om te herstellen. Okay. En met ons speciale gereedschappen kunnen wij dit zeker tot een goed einde brengen. Ja. En waarom denkt u dat wij toch wel een kans hebben als TSM? Omdat wij sowieso, natuurlijk stoef ik over mijn eigen en collega's hier, vakbekwame collega's hebben. En de uitrusting dat de school de laatste jaren fors heeft geïnvesteerd in speciale opleidingen tot uittechniek. Speciale uittechniek. En met welke klasse ga je dat 7 carrosserie, dus onze laatstejaars. Ja, en okay. Wat staat er hun te wachten? Hierna krijgen ze ook nog een extra opleiding van verschillende merkfabrikanten van verf, spuittechnieken die eigenlijk anders niet mogelijk zijn om te volgen. En sowieso de beroemdheid en de grote prijzen en speciaal gereedschap. Oké, schitterend. En eeuwige roem, hè. Eeuwige roem. Eeuwige roem, hè, TSM. Ja, Ibrahim, je hebt dat wel goed uitgelegd. Super.